sociaal. Neem even de banieren over, zodat de mensen naar voren kunnen komen. Ik heb een truc. Ik heb een truc. Maar echt op. Ja? Op. Leuk. Kom allemaal naar de trap op, als het lukt. Nee, dat lukt niet. Ja, in ieder geval de meeste mensen daarvoor op. Kom allemaal maar hier, het is onze krant. We mogen hem allemaal leggen. Komt hier heel dichtbij. Waarom hebben wij Den Haag uitgekozen? Niet alleen omdat de regering hier zetelt, maar omdat Den Haag de stad is waar recht en vrede vooruit moet gaan. En wij staan hier bij het bekende gedenkmonument van het begin van de democratie, van het begin van het Koninkrijk der Nederland. En wij als het Indisch platform vinden het dan ook gepast en zeer toepasselijk om hier een tussenstop te maken en om hier een krans te leggen ter ere. En ik heb het woord eerlijk al niet gebruikt aan hen die ons ontvallen zijn tijdens de oorlogsjaren in Nederland-Indië. Aan hen die de bestiapijn hebben moeten doorstaan. Ik werd net gevraagd, hoe leg je dit aan jouw kleinkinderen uit? En mijn antwoord was heel eenvoudig en simpel. Opa en oma hebben veel verdriet gehad. Opa en oma hebben toen veel verloren. En niets teruggekregen. En daar doen wij dit nu voor. Voor al die opa's en oma's. Voor uw broer of zuster. Of welke familielid dan ook, wil ik deze eresaluut met u samen bij het beginmonument van het Koninkrijk van Nederland plaatsen. Ik dank u wel. Jij blijft hier nou. Ja?
En dan hebben we nu even 1 minuut stilte.